Hey hallo, René hier. Onze GFT-bak is met name in de zomer een uitgelezen plek voor vliegen om hun eitjes te leggen. En wist je dat die eitjes in een week uitgroeien tot maden? Zorg dat je je bak zo droog mogelijk houdt door bijvoorbeeld een krant of wat stro op de bodem te leggen. En zo voorkom je beestjes in je bak. Hey buurvrouw, met dit lekkere weer kunnen die panties wel uit hoor. Ik heb er wel een goede bestemming voor. Hey, hier is een tip van René. Hang een mottenbal in een panty in de groene bak. Dit stinkt zo erg dat de maden er niet meer willen zijn. Wanneer je toch de klimop aan het snoeien bent, gooi deze dan in de container. Klimop is giftig voor maden. Lavendel bestrijdt stank in de container, maar ook maden. Die hebben een hekel aan de geur van lavendel en gaan er dood aan. En heb je dan toch maden? Nou, strooi er dan zout over, dan drogen die beestjes vanuit. En als je nu denkt, wat de bak? Scheiden van GFT? Makkelijk met de tips van René.